Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op donderdag 28 juni. Op de satellietfoto zien we Nederland prima liggen en dat komt omdat er nauwelijks bewolking aanwezig is. Voor de wolkenvelden moeten we naar het oosten van Europa kijken. Ook in Groot-Brittannië is het stralend weer en spreekt men al van een hittegolf. Nou, vanmiddag zijn er wel wat stapelwolkjes ontstaan. Het zijn kleine stapelwolkjes. Daar hebben we ook verder helemaal geen last van. En vanavond zal het weer helder zijn. Wat we wel op de satellietfoto zien, is bewolking boven de Noordzee. Met name dit gebied is interessant. Want dat komt langzaam maar zeker naar het zuiden trekken. Ook die wolken die daar ten zuiden van liggen, die komen naar het zuiden toe. En later vanavond, maar vooral vannacht en morgenochtend, krijgen we dan waarschijnlijk in het noorden te maken met die laag hangende bewolking. Morgenochtend dus in het noorden van het land Waarschijnlijk een valse start. Maar vandaag, dus overal stralend weer. En de temperatuur die liep weer behoorlijk op. Het werd zo'n 21 graden in het noorden van het land. En dan heb ik het over rond de Waddenzee. Tot 28 of zelfs 29 graden in het uiterste zuiden. Die min 99 die er staat, daar moet u niet naar kijken. Dat is natuurlijk een foute waarde. Zomerse temperaturen dus vandaag en ook morgen zal dat wel weer gaan lukken. Vanavond blijft het ook nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. De wind waait uit het noorden of noordoosten en is zwak tot matig. Zoals gezegd, later in de avond kan er in het noorden misschien al een wolkenveldje zichtbaar worden. De stapelwolkjes die vanmiddag zijn ontstaan, die zullen verdwijnen. En dan koelt het vannacht nog best wel lekker af, want de minimumtemperatuur ligt tussen de 10 en de 14 graden. Zoals gezegd, neemt dan in het noorden die bewolking wel verder toe. En morgenochtend, ja, dan kan het dus echt flink grij zijn in de noordelijke provincies en ook op de Wadden. Op de Wadden is die bewolking waarschijnlijk zelfs hardnekkig en duurt het vrij lang voordat die oplost. Het kan pas tot laat in de middag duren voordat die bewolking oplost. In Groningen en Friesland, denk ik toch wel dat in de middag de zon gewoon schijnt. En dat geldt zeker ook voor de rest van het land. Daar loopt de temperatuur dan weer op naar zo'n 26 tot 28 graden. In het weekende is de kans op die lage bewolking weer een stuk kleiner. En dan wordt het een zonovergoten weekend. Temperaturen liggen, nou, laten we maar zeggen, tussen de 25 en 30 graden. Ook aan de stranden wordt het warm, want de wind draait naar het oosten. En dat betekent dat er geen invloed is van de zee. Die temperatuur kan dus ook op de stranden lekker oplopen. Ook maandag nog zo'n warme dag met 25 tot 30 graden. De hoogste temperaturen die verwachten we in het zuiden van het land. En is het dan gedaan met die hoge temperaturen? Nou nee hoor, want volgende week blijft het gewoon eigenlijk de hele week warm. Want ook dinsdag woensdag. En donderdag komt de temperatuur nog akelig dicht in de buurt van de 30 graden, met name in het zuiden van het land. Kan dat kaartje er wel eens bij pakken. Hier zien we de kans op zomerweer. De bovenste grafiek. Laat aan de kans zien op meer dan 25 graden. En dit is voor het midden van het land. U mag er best nog wel een aantal procenten bij optellen als u in het zuiden van het land woont. In het noorden zal het net iets lager zijn. Maar wat vooral opvalt, dat is dus die hoge kans. Ook volgende week nog op 30 graden. Kijkt u maar eens hier: woensdag, donderdag en vrijdag voor het midden van het land. Percentages tussen de 30 en de 40 procent. En eigenlijk zien we die week daarop ook nog steeds. Die kans op 30 graden. Kortom, zomers weer staat er voor de boeg. Ik wens u alvast een fijne dag.